Ziggy. Ja, maar ik kom toch, opa. Hallo, dat ben kom je eens keer met mijn rekening. Ja, maar opa, ik denk ik loop alvast vooruit, toch? Dan kan ik de dokter melden dat u eraan komt. Ja, nou kan gewakken. Amisiki, amimgodok. Ik heb opa al gezegd, opa, dat zijn gewone pijnen die u heeft. Altijd heeft u pijn. Dat is gewone pijnen, dus wat ik even uit Chikungunya zo was, maar die abba, als ik die akkozoju. Nu zit ik uit Chikungunya. Opa, dat ding is Chikungunya, opa. Ja, mijn trouwen gevast aan nee. Ik weet het niet, opa, zomaar zegt u die dingen. Je neemt vier keer mee, kan je me herstellen, je me voeten, je me voeten, je me dingen, je me dingen, je me dingen, je me dingen, je me dingen. Je hebt nou een drop, een geduld, en een ambitie. Ja, kom nou, opa. Dag, dok. Dok, ik ben Sigur, ik heb Chikungunya. Opa, Sigur. Ja, maar ik heb pijn. Ik moet de dokter even uitleggen. Goeiedag, dok. Ik heb mijn opa gebracht. Dokter Mohamed. Jawel. Opa. Ja, opa Walder, ik heb Chikungunya, hoor. Ja, opa, zit in plaats, neemt die plaats. Ja, dok. Mijn opa klaagt van lichaamspijnen. En ook klaagt, hij heeft. Oké, hij heeft lichaamspijnen en hij vindt maar dat hij Chikungunya heeft. Ik probeer hem uit te leggen dat het niet zo hoeft te zijn. Maar hij vindt maar hij heeft Chikungunya. Dus ik weet het niet meer. Ik heb Chikungunya. Mijn heer is keihard, mijn pijn over mijn hele lichaam, hoor. Ik heb een paar vragen voor u. Hoe lang heeft u die ziekte al, die pijn? Bijna een jaar, ik ben. 1 jaar al? Ja. En waar doet precies pijn? Wijs u precies aan waar pijn doet. Nou, hier, hier en hier. Meer is er veel niet. Opa, mag ik uw hand even? Ja, ja. Als ik zo druk, of als ik zo koffie maak, voelt u pijn? Nee, ik heb geen pijn nodig. Hier ook niet? Nee. En bij uw polsen? Nee, dat is pijn. Bij uw tenen? Nee, dat is niet. Als ik hier zo druk? Ja, ja, hier doet een beetje. En hier? Ja, ook een beetje hier. Mag ik eventjes uw knie ook even zien? Knie? Heeft u hier pijn als ik druk? Nee, dat is nog een pijn nodig. Heeft u ook koorts gehad? Nee. Nou, die Chikungunya geeft meestal gewrichtspijn, hè? Maar bij u doet de gewrichten niet pijn. Die spieren doen niet pijn. Ja. Heeft u ook last van vermoeidheid? Nee. Oké, deze verschijnselen passen niet bij Chikungunya, hoor. Chikungunya geeft koorts en gewrichtspijn, hè? Soms kan je ook een rash hebben. Dat je een rash, een huiduitslag krijgt. Dat geeft sowieso in de eerste paar dagen ook vermoeidheid en hoofdpijn. Okay. Maar wat u allemaal hier heeft, past niet bij Chikungunya, opa. Oh, minabi. Nee. Zie je, dat heb ik opa gezegd toch, opa heeft geen Chikungunya. Ik ben hier niet, dok, die muskieten zijn thuis hoor. Het beste wat u kunt doen is uzelf beschermen tegen muskieten. Je moet gaan slapen onder een klamboe. You know me? Ja opa, maar ik ben nog bezig toch, ik ga het kopen. En het beste is als je die klamboe, voordat je gaat slapen eronder, dat je het even gaat sprayen met een beetje Bob of Bagon. Oh. Je moet ook lange mouw kleren aantrekken. Hij draagt altijd lange mouw. Het liefst een lichte kleur, luchtig. Ja. Je ziet die lange mouw mag niet alles helemaal dicht, hè? Je blijft een gedeelte open. Handschoen? Nou, geen handschoen, opa. Je kunt dit gedeelte beschermen door te smeren met de mosquito gel. Oké. Okay. Ja, we hebben het. We hebben gekocht. Ja. Okay. Dingen als vapen zijn ook goed. Oké. Okay. Okay, het belangrijkste is, je moet die bloedplaatsen van je thuis gaan opruimen. Oké? Okay? Want wanneer je gaat sprayen en lange mouw gaat aantrekken, dan is het alleen voor die volwassen mosquito. Dat ze je niet gaan stippen. Maar je hebt ook eetjes buiten, die worden ook volwassenen. Oh ja, van muskieten. En dus die kunnen wel later weer gaan. Ja, dok, if you should lay in fair fibrillica tapanjari. Ja, maar opa, ik ben ook bezig ze op te ruimen. Toch, Rinaldo van Naas heeft gezegd, hij gaat vanmiddag helpen, toch, opa? Een goede afvalverwerking is belangrijk. Ja. Want die muskiet, hij houdt van stilstaand water. Zo, een mini vast. En die zegt, ik nou zo. Ik ga die dingen, ik weet het al, ik heb het gehoord, opa. Dus opa heeft geen Chikungunya. Nee, hij heeft geen verschijnselen welke passen bij Chikungunya. Oké. Ik ben beter. We gaan voor u onderzoeken hoe al die pijnen komt, hè. Maar ik kan u garanderen, u heeft geen Chikungunya. Ik raad u wel aan om uw broedplaatsen thuis, die lege verfblikken, allemaal op te ruimen. Want die zijn wel een bron voor die Chikungunya. Ja, okay? Is goed. Dat is goed, bedankt. Oké, okay, dank. Graag gedaan. Ja. Hey, bedankt. Hey, dok. Oké, okay, opa. Beterschap, hoor. Dank u. Ook aan u. Zet Chikungunya! No make no mosquito joke you.